Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn terug met een nieuw draadloos toetsenbord, in dit geval van het Kruidvat. Voor €9,99. Hij is te gebruiken voor iOS, oftewel Apple en Windows. Nou, dit is dan niet echt een gaming keyboard. Maar ik zag een mede-YouTuber een filmpje maken en ik denk, nou, dat moet ik ook eens even gaan proberen. Het is een beetje een soort laptop-achtige versie. Dus het is niet echt, wat ik al zei, een gaming variant. Maar laten we eens eventjes uitpakken en kijken wat we gaan krijgen. Want ik ben er eigenlijk best wel benieuwd naar. Voor de rest, ja, is altijd makkelijk een extra toetsenbordje. Bijvoorbeeld voor een Android box. Of voor een ander, voor een laptopje of zo, voor extra bij. Kortom, toetsenborden kan je nooit genoeg hebben. Laten we eventjes kijken wat we in de doos gaan vinden. Het toetsenbord uiteraard zelf. De dongle, want je moet hem via USB aansluiten. Het is een draadloosje. En dan hebben we de gebruikershandleiding. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is ook niet echt veel. Ja, dongle, hoe je hem erin moet prikken. Via USB. En dat is het. Maar laten we eventjes gaan kijken naar het toetsenbordje. Nou, je moet eventjes vergelijken dat dit soort van laptop-achtige toetsenbordjes zijn. Hij is natuurlijk niet zo dun als een laptop. Het is niet zo'n heel dun, luxe toetsenbordje. Het is een budgetproduct voor €9,99. Maar laten we eens even kijken hoe hij uiteindelijk wel te gebruiken is voor games. Ik zou het niet aanbevelen, ik ben echt wel meer van de bekabelde. Maar nog, we gaan het zeker eventjes proberen. Daarnaast moet hij werken op twee batterijtjes. En het zijn de AAA. En die zaten er dus niet bij. Nee, dat valt me nou een beetje tegen, Kruidvat. Normaal krijg ik al het batterij voor jullie. Jongen. Mocht ik die weer even los gaan pakken, / loskopen. Voor de rest, hij wordt vervolgens aan elkaar geschroefd, zie ik wel. Het is niet een toetsenbord wat ze helemaal dicht lijmen. Ja, voor de rest, mag je wat onderaan moeten plegen, is dat vrij makkelijk open te maken. Het is een membraan toetsenbord. Je ziet dan ook wel dat de knoppen, ze hebben een vrij lange travel. Ik zal even het microfoontje bij ons halen, zodat we kunnen luisteren naar het geluid. En dat de hele dag doen. Voor de rest, hij is helemaal gemaakt van plastic. Dus er zitten geen metalen delen in. Of wat ik daarmee wil zeggen, soms heb je van die luxe toetsenborden. Die hebben dan bijvoorbeeld een frame gemaakt van aluminium. Of voor, ja, zeg maar metaal. Maar ondanks dat is die echt heel stevig. En dat komt voornamelijk, kijk, hier is die heel dun. Maar hier is die dan ook heel dik. En dat geeft hem die stevigheid. En dat vind ik dan op zich wel heel positief. Aan de onderzijde hebben we dan diverse anti-slip rubbertjes. Dus op een gladde ondervlakte, niet hier, want ik heb hier een mooi matje. Dan gaat hij geen enkele kant op. Dus dat is op zich wel interessant. Maar goed, daarnaast heeft hij ook al de media keys die ik altijd belangrijk vind. Vooral de volumecontrole, de mute knop. Dat is dus in principe allemaal aanwezig. En dat vind ik dan persoonlijk wel heel erg fijn. Maar let op dat je deze waarschijnlijk wel moet gaan gebruiken met de FN-knop uiteindelijk. Dus de soort standaard staan ze ingesteld met F1 tot met F12. En FN in combinatie met een F-knop krijg je deze extra functies. Oeh, met rekenmachientje. Die hebben ze apart gezet. Ja, we zijn natuurlijk niet voor niets de Wicked Dutch Gamer, jongens. We gaan gewoon even een potje Unreal Tournament spelen. Gratis trouwens van de Epic Store. Kijk, het is geen game toetsenbord, maar ik heb niet echt het idee dat er een vertraging in zit. Dat begint hem al eens mee. Crap! Ah! Ik had verkeerde wapen. Dacht hij al, vlekken en een lach. Maar ja, dat maakt niet uit. Kijk, uiteraard, dit toetsenbord is gemaakt voor kantoorwerk en niet om te gamen. Maar toch, ondanks dat, het is niet verkeerd. Nee! Ja. We killen elkaar. Oh crap. Is dat leuk als je begint en dan vervolgens word je gewoon voor je sunnieten geschoten? Nee. Even wat held, wegwezen. Nou, op zich verbaast het me best wel dat deze zo goed eigenlijk speelt. Het toetsenbordje zelf is redelijk. Ik zou dit toetsenbord absoluut ook niet gaan kopen, wil jij uiteindelijk games gaan spelen. Maar het is gewoon mogelijk. Zo, in de face, jongens.
Dus ja mensen, dit is wat we gaan krijgen met het toetsenbord van het Kruidvat. Het is gewoon een heel goedkoop toetsenbordje. Maar ja, zoek je gewoon iets voor kantoorwerk of je wil gewoon even een zeltoetsenbordje erbij voor je laptopje. Ja, dit is gewoon een ideaal ding. Het typt best wel lekker. Daarnaast de hoek. Ja, je kunt er niet veel aan veranderen. Je zou er misschien iets van rubbertjes onder kunnen doen. Ja, er zit wel enigszins verschillen natuurlijk, omdat er een hoogteverschil in zit. Maar het is niet heel denderend. Voor de rest, ja, ik vind hem lekker typen. Je kent hem eventueel ook als je een gamepje wil spelen en mee gebruiken. Maar nogmaals, het is niet ideaal. Voornamelijk omdat hij best wel een long travel knop heeft en hij is draadloos. Laat me weten wat jij hiervan vindt. Ik wil hiervan bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op het belletje. Want dan zie ik jou weer de volgende keer.